Het is altijd fijner om tegen een team te voetballen wat ook wil voetballen. En dat zal voor beide partijen is dat fijner. Dus dat helpt wel dat je niet tegen muren hoeft aan te lopen. Maar dat ze 4-3 verliezen van Young Boys, dat wil wel zeggen dat ze een aardig team zijn. We hebben zelf deze gespeeld in de voorbereiding. 2-0 verloren, als ik me niet vergis. En dat was toch wel een aardig team. Dus dat zij uiteindelijk 3 keer scoren. Dat wil zeggen dat zij wel aanvallend wel kwaliteit hebben. Brian, ben jij een van die spelers die de laatste weken contact heeft gehad met Jordy Weerman, nu speler van tegenstander? Nadat hij vertrokken is, niet meer, nee. Maar er zijn wel spelers die contact met hem hebben gehad, hè? Ja, ongetwijfeld. Hij heeft heel lang bij Feyenoord gespeeld, veel vrienden gemaakt, denk ik, vanuit de jeugdopleiding. En er zal zeker contact zijn geweest, maar ik durf niet te zeggen wie of wat. Wat weet jij van deze tegenstander? We hebben natuurlijk geanalyseerd, we hebben beelden gekeken. Ik heb wel wat dingen gehoord toen Jordy terugkwam van deze club. Dus het is niet heel erg veel wat ik van die club weet. Maar ze zijn fysiek wel redelijk sterk. En ze proberen ook te voetballen. Dus we zullen het zien. Andere tegenstander dan Drita. Ja, wat ik hier zo proef en wat ik hoor is dat ze inderdaad vergelijkbare speelstijl hebben met vroeg druk zetten. Ze zijn ook angstig om doelpunten tegen te krijgen. Ze hebben ook rare uitslagen al met 4-3 verloren van Young Boys. Maar dat ze juist heel veel druk zetten en aanvallend spelen, kan dat jullie juist helpen? Dat jullie misschien een keer niet tegen de muur hoeven op te boksen? Het is altijd fijner om tegen een team te voetballen wat ook wil voetballen. En dat zal voor beide partijen is dat fijner. Dus dat helpt wel dat je niet tegen muren hoeft aan te lopen. Maar dat ze 4-3 verliezen van Young Boys, dat wil wel zeggen dat ze een aardig team zijn. We hebben zelf deze gespeeld in de voorbereiding. 2-0 verloren, als ik me niet vergis. En dat was toch wel een aardig team. Dus dat zij uiteindelijk 3 keer scoren. Dat wil zeggen dat zij wel aanvallend wel kwaliteit hebben. Jij hebt in deze voorbereiding alweer bijna overal gestaan, of het nou rechtsbuiten was of in de spits. Iedere trainer komt dan toch weer terug bij jou als centrumspits. Hoe ervaar jij dat? Ja, hoe ervaar ik dat? Het is eigenlijk... Waar speel je het liefst? Laat ik het zo maar vragen. Het is eigenlijk niet meer zo waar ik het liefst speel. Want de laatste keer dat ik echt linksbuiten heb gespeeld een seizoen, dat was bij Vitesse. Het eerste en het tweede seizoen totdat Slutsky kwam. Daarna zijn we naar een tweespitssysteem gegaan, waar dat ik een van de twee spitsen was. Dus eigenlijk vanaf toen ben ik eigenlijk al geen echte linksbuiten meer geweest. En heb ik meer als tweede spits gevoetbald. En vorig jaar natuurlijk heel veel als... centrumspits. En uiteindelijk heb ik het geluk en ook wel een beetje de pech dat ik op alle posities inzetbaar ben. En dat ik in ieder geval overal mijn stinkende best probeer te doen en hard probeer te werken. Hoe anders is het spelen in de spits nu met dit spelsysteem? Want een heel ander spelsysteem is nu jullie veel vaker toch in de buurt van de 16 zijn van de tegenstander. Het is voor een spits wel fijner om wat dichter bij de goal van de tegenstander te spelen. En om daar ook fouten te kunnen afdwingen bij de tegenstander. Waardoor wanneer je de eerste volgende bal krijgt, dat je dichter bij de goal staat. En daar trainen we op. En hopelijk gaat dat ook resulteren in goals en in kansen. Ja, vorig jaar, toen speelde je aan het begin alles. Toen duurde het even voor je eerste doelpunt uit bij Willem II. En toen duurde het heel lang tot de kerst. En toen was je los. Hoe lang ga je nu wachten met je eerste doelpunt? Eerste doelpunt heb ik al gemaakt. Maar in een officiële wedstrijd? Ja, morgen. Maar hoe ben je daar als spits wel mee bezig? Met toch een doelpunt maken om er doorheen te zijn? Ik moet zeggen, op het moment speelt dat niet zo in mijn hoofd om daar doorheen te zijn. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team. En vorige wedstrijd was er met een assist. En nu hopelijk ook met een assist of met een goal. En als spits zijn leven wel natuurlijk van goals. En niet alleen als spits, maar als voorhoede speler of nummer 10. Dus ik hoop gewoon dat ik goals kan gaan maken. En liefst zo snel mogelijk. Tot slot, van al die nieuwkomers vorig jaar, hè, ben jij eigenlijk de enige die een basisplaats heeft veroverd. Die is doorgebroken. Veel anderen die hebben of weinig rendement gehad of zijn misschien al weg. Hoe moeilijk is het toch in zo'n eerste jaar bij een nieuwe club? Hoe ervaar jij dat? Heb je daar toch last van? Is dat misschien de reden dat toch niet iedereen gelijk slaagt? Ik weet het niet, het ligt ook een beetje aan de persoon, denk ik. Je hebt in je carrière altijd moeilijke momenten. Ik heb ook een aantal clubs gehad en het is niet altijd makkelijk als je gelijk bij een nieuwe club komt. Maar ik denk dat ik er wel een redelijke vechtersmentaliteit heb in de zin van dat ik nooit opgeef. En ook in moeilijke periodes niet, zoals vorig jaar. Was ik ook redelijk vaak een mikpunt van kritiek. En uiteindelijk heb ik daarnaast me neergelegd en ben ik gewoon blijven vechten voor mijn kansen. En uiteindelijk, als je niet opgeeft, dan
komt het vanzelf alweer een keer. En uiteindelijk heb ik een aantal goals gemaakt, tweede seizoen zelf. En toen is alles wel redelijk rustig geworden.